Zaterdagmorgen. Ja, zoals jullie gezien hebben, is er afgelopen zondag geen weekvlog online geweest. Ik had niet zo'n hele leuke week, dus ik had en geen behoefte om te vloggen. En er was ook niet zo heel veel te vloggen. Ik heb wel een extra video opgenomen en die hebben jullie gezien. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En nu gaan we aan het weekend beginnen. Vandaag wordt een hele leuke dag, want ik ga met mijn zus mee weer iets voor de bruiloft doen. En ja, ik vertel dan niet wat we gaan doen, omdat ik niet zeker weet of ze dat wil. Dus dat laat ik dan ook even aan haar over. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En daarna ga ik hier thuis nog even het een en ander doen. Ik moet nog even wat mails versturen en dergelijke. En dan gaan we vanavond ook bij mijn zus en mijn zwager eten. Mijn ouders komen daar geloof ik ook naartoe. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. En dan natuurlijk vanavond weer Wie is de Mol? Ik ben een beetje over mijn kater van vorige week heen. En ik ben ook heel benieuwd. Ja, ik heb nu maar bedacht dat het Sarah moet zijn. En nee, ik wou zeggen ik ga al mijn punten daarop zetten. Maar die heb ik niet meer. Maar goed, in ieder geval ga ik nu vol voor haar. Dus als die er vanavond uitvliegt, dan maak ik ook maar gewoon geen nieuwe poging meer, denk ik. Goed, ik ga koffie opdrinken. Ik heb twee broodjes daar liggen. Die liggen te ontdooien. Die ga ik straks even beleggen. Het is pas 7:55, dus lekker vroeg. Dan ga ik douchen en dan kunnen we aan deze dag beginnen. Goedemorgen allemaal. Zo, het is vandaag zaterdag. Wij zijn onderweg. En wij zijn, dat is mijn zus. Hi. Goedemorgen. Zo, ik zie mezelf bijna niet door die zon. En voor ons zit mijn moeder en mijn schoonmoeder. En we gaan nu op weg naar de trouwjurk. We gaan hem ophalen, hij is klaar. Dus ja, spannend, dat ook. Maar we gaan het niet laten zien. Nee. Want dat moet een verrassing blijven. En wanneer gaan we nou hartje toe maken? Ja, dan moeten we even in de agenda kijken. Ja, dat wanneer, moeten we vanavond even doen. Want ja. De mensen vragen erom. Nou, dat gaan we zeker doen. We gaan eens even kijken wanneer het kan. Nou, toedeloe! Zo, we zijn weer thuis. Nou, de jurk is gehaald. Ze heeft een afspraak voor ongeveer een maandje voor de bruiloft. Dan moet ze nog een keer terugkomen. Dan wordt hij nog een keer ingenomen en korter gemaakt. Maar voor nu heeft ze hem mee naar huis gekregen. Dus ja, echt, het was heel erg leuk. Het stond er allemaal weer zo mooi. Dus superleuk. Nu ga ik even lekker een boterhammetje eten. Want het is inmiddels al bij 1, dus ik heb echt trek nu. En dan ga ik de video opnemen die jullie afgelopen zondag hebben gezien. En dan die editen en doen. Dus, en dan vanmiddag naar Laura. Dus ik denk dat ik jullie weer bij Laura en Roy zie. En anders dan nog eventjes tussendoor. Goedemiddag. Ik ben inmiddels bij Laura en Roy. Hi. Oh, nou. Oh. We zijn er klaar voor. Waar ben je klaar voor? Nou, om het heugelijke feit te vieren dat mijn dochter in samenwerking met Bianca, Marijke en Trudy de trouwjurk heeft opgehaald. Ja. En dat gaan we nu vieren. Precies. Ik heb sinds hele lange tijd weer een wijntje. Nou, ik kan zeggen, die hakt er lekker in. Marijke is er ook. Ja. Gaan we even naar de keuken, want daar wordt druk gewerkt, heb ik begrepen. Dus dan gaan we dat eens even doen. Zo, dat is... ja, daar ben ik weer. Dag dames. Hallo. Hallo. Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Nou, Laura die heeft een heerlijke voorraad aan allemaal lekkere hapjes. Ja. Een heel weeshuis gehaald. Daar ook weer pannen op het vuur staan. Dus nou. Pannetjes op het vuur. Tadaa! Wat is dat? Worstjes. Lekker. Het heeft een enorme leuke schaal. Die wil ik even laten zien.
Oh, die is zeker leuk, zeg. Ja, Laura is heel... Dat wou ik net zeggen. Laura is helemaal hertengek. Nou, jullie zien straks wel het eindresultaat. En ben je al klaar voor de mol, Laura? Ja, zeker. Kijk, waar ben je? Hier. Ja, zeker. Ben ik klaar voor? Ik ook. Nou, ik zie jullie straks. Een hele goede morgen. Ik ben gewoon gisteren helemaal vergeten nog naar Wie is de Mol te vloggen. Nou, wat suf. Ik heb er gewoon echt niet meer aan gedacht. We waren natuurlijk bij mijn zus. We zaten op een gegeven moment zo te kletsen met z'n allen. Nou, dat resulteert wel dat ik het vandaag nog een keertje terug ga kijken, denk ik. Want als je het in je eentje kijkt, dan zie je toch altijd meer of zo. Maar wat een aflevering weer, jongens. Ik weet, ja... Ik weet het gewoon echt niet meer. Ik blijf op Zara zitten. Gewoon omdat ik daar nu voor gekozen heb. Maar ik zou ook niet raar opkijken als Niels het is. En ja, als Zara het is, dan zou ik wel raar opkijken. Want dat zou ik. Of Merel het is, zou ik wel raar opkijken. Zou ik echt heel raar vinden. Maar die deed gisteren ook weer dingen dat ik dacht. Ja, zou ook nog maar kunnen. Nou, in ieder geval was het een hele leuke dag gisteren. Met de jurk ophalen was het natuurlijk geweldig. En nou, 's avonds hadden we ook nog echt wel even gezellig. Maar ik had voor het eerst een wijntje weer gedronken. Pff. Nou, dat is mooi, want dan weet ik gelijk dat ik dat niet meer zo nodig hoef de komende tijd. Want dan ben ik gelijk weer onrustig aan het slapen en zo. En terwijl het helemaal niet veel was of zo. Maar, nou... In ieder geval is het vandaag een prachtige dag. Echt weer heel mooi. Dus ik ga weer naar buiten vanmiddag. Of vanmiddag straks al. Het is nu 9 uur. Ik zit nu aan de koffie en ik ga even mijn ontbijtje maken. Maar of ik ga eerst nog eventjes in de zon liggen op het balkon. Als dat kan. Ik weet dus niet hoe. Dat ziet er hier natuurlijk al heel snel verleidelijk uit. Of ik ga gewoon nog even weer, net zoals vorige week, een rondje maken. Of ik ga even naar de stad. Daar heb ik ook nog wel zin in. Nou, in ieder geval ga ik buiten iets doen vandaag. Het is veel te mooi weer om binnen te zitten. Maar hoe en wat, dat zien jullie later en ik ook, want ik weet het ook nog niet. Zoals jullie net zagen, was ik even bij de Douglas. Heb ik mijn wenkbrauwen laten even liggen. En nu ga ik denk ik even naar de Primark. Maar het is druk en het is koud. Want ik dacht, ik heb mijn spijkerjack wel aantrekken, maar dat is veel te koud. Dus ik ga denk ik niet heel lang blijven. Want hier schijnt de zon ook niet en die schijnt op mijn balkon wel. Maar goed, ik vind dit heel ongemakkelijk. Dus ik ga weer stoppen. Ik weet niet wat er met die instelling is, maar ik ben wel... Ben ik verbrand in de zon? Nee. Het is zondagavond, 9:15. Ik ben nog steeds Wie is de Mol aan het terugkijken. Maar dat gaat niet lang meer duren en dan ga ik lekker naar bed. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze weekendvlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als dat zo is. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je in de volgende video. Doei doei!